een paar graden. Ik kijk goed uit, Daphne. Die rotsen zijn vlijmscherp. Nee. Alles ver tot in de puntjes. Alleen het roer zit klem. Maar genoeg stoom voor de terugreis? Onze reservetank is bijna leeg. Dat is bij Jurk voor het zeesterfeest vanavond. Dat ben je toch niet vergeten, Alstar? Natuurlijk niet, Kitty. Na de wedstrijd kom ik je halen. Ik wacht op je. Het zeesterfeest is het mooiste dat er is. Dat is waar. En we blijven de hele avond dansen. Oh, dat wordt dus helemaal niks met het feest vanavond, Alstar. Je moet voor mij niet thuis blijven, Kitty. Als jij niet gaat, ga ik ook niet. Wie moet jou nou vervangen? Voel me een kapitein die op onbekende oceanen naar avontuur zoekt. Zo, maatje. En doet de radio het weer? Nee, maar ik geloof dat hij al een hele tijd stuk is. Geen zorgen, ik maak hem wel. Die ellendige radio, mij is dat niet gelukt. Zeg eens, kapitein, waarom bent u dan met z'n drieën om de calamaris te besturen? Ah! De radio doet het! SOS, SOS, ons schip is aangevallen door piraten. SOS, SOS, we vragen dringend om hulp. Hè, piraten? We zijn vastgelopen op een rif en kunnen niet meer varen. De piraten bestoken ons, help! Hier is de calamaris, hier is de calamaris. Bericht ontvangen. Ja, ons grote avontuur zit er bijna op. Vind je dat niet jammer? Nou, nee hoor. Als ik thuis ben, dan pak ik weer mijn rolschaatsen, mijn mountainbike, mijn skateboard en mijn vlieger. Weet je, het avontuur zit overal om ons heen. Dat is zo. De dag van morgen zal nog spannender zijn dan de dag van gisteren. Help! Wat is er? Waar gaan jullie heen? Het is maar een hond. Huh? Het spijt me echt, ik wilde jullie niet laten schrikken. Maar je praat echt. Oh, het is niet waar. Ik, dat huis staat daar in de brand. In brand? Heb je ons daarvoor laten stoppen? Vooruit, rijden. Laten jullie dat huis dan zomaar af... Nou ja, waar is die nou? Hij is weg en die man heeft hem. Wat? Waar is die nou naartoe? Wat is weg? Die weg? Mijn koffer. Oh. Het kwam door dat meisje. Ja, ze werkten vast samen. Weer. Ik moet wel, Jozef. Ik moet de bloem met 7 kleuren zoeken. Begrijp dat dan? Blijf, alsjeblieft. We kunnen nog niet weg, Zipper. Is net zijn zelfvertrouwen kwijtgeraakt. Wij helpen hem dat terug te krijgen. Uiteindelijk zijn wij Rescue Rangers. En Rescue Rangers zijn er om mensen te helpen. Pompie, hoe moet ik weten waar al die onderdelen thuis horen? Nou, ze zijn niet allemaal van de Malo met de Cliffie. Ze zijn van alle uitvindingen die ik heb gesaboteerd. Oh, maar dat wist ik wel. Nou, een beetje doorwerken kan geen kwaad. Zeg eens, je doet het toch niet allemaal om te laten zien hoe flink je wel bent, hè, muisie? Gompie, nee! Ik wil je alleen maar helpen! Nog niet! Zoek eens naar een luik in de vloer! Boe, boe! Babbel, niet zo zeuren! We moeten een ingang vinden! Wat is een baby? Of is die vraag heel dom? Het moet wel iets bijzonders zijn, al weet ik niet waarom. Want iedereen is opgewonden, iedereen doet blij. En niemand die mij nog ziet staan, niemand let op mij. Is er wat, Duivie? Het is al ochtend. Ja. Nou en? Ik had al uren thuis moeten zijn. Ach, geloof je dan nog steeds in die onzin over dat eeuwige trouwe huisdier? Toe nou, Duivie. Doe je ogen open. Mijn ogen open? Zie hoe een onderleven werkelijk kan zijn. Ik zal het je laten zien. Meid. Meid? Dat is waar ook. Wie is Trixie? Trixie? En Lily? En Vivi en Rosita? Chiquita? Wat de naam ook is? Hè? Oh, ja,
maar dat kan ik je uitleggen. En je hoeft je ook geen zorgen meer te maken over je pees. Pees? Ja, en denk maar niet dat je mij nog verder hoeft te beschermen. Ja, maar... En als jij je hersens niet gebruikt, wens ik verder niets meer met jou te maken te hebben. Adjus. En neem dit ook mee. Wat is er, duifie? Een rat. Waar? Boven, in de babykamer. Hoe kom ik binnen? Door dat deurtje, bij de trap. Om waar te zijn. Maar? Maar wie past er op de baby?